Ramazan ese helikot. Ma veçi mülk. Omdat warm is, hè? Alle machines draaien bij deze Turkse bakker in de Arnhemse wijk Sint Maarten. Want tijdens Ramadan is alleen 's nachts bakken niet meer voldoende. Een extra bakronde in de middag is nodig om aan de vraag te voldoen. En bij deze overhete temperaturen moet dan ook nog gevast worden. Te warm. Want het is hier stikheet. Het is buiten al warm. Voor ons is eigenlijk buiten gewoon afkoelen. En dat terwijl er meer klanten komen en het assortiment zich uitbreidt met Ramadan. Ramadan pide, dat is met eigeel wordt het gemaakt. Lavash hebben wij. En het, allerlei andere soorten natuurlijk. Ook bij de Turkse bakker aan de Steenstraat is een extra bakronde noodzakelijk. Ja, veel drukker. We gooien dan meestal de tweede oven aan, die we normaal niet aan hoeven te gooien. En dan kom je alsnog wel brood tekort. Toch zou die de Ramadan voor geen goud willen missen. Je avondeten is in de Turkse cultuur sowieso heel belangrijk. Alleen met de Ramadan kom je dan samen met je familie bijeen. Zie je mensen die je heel lang niet hebt gezien komen dan op bezoek. En dan na de Ramadan vieren we dat met suikerfeest. Dan zie je ook heel veel familieleden die je amper ziet. Dit is hem dan, zeg maar, de Ramadanbrood. Half maïs, half tarwemeel met eier opgesmeerd.